werd zo net nog muziek gespeeld op dit podium, maar wat is er gebeurd? Ja, we hebben het vriendelijke verzoek gekregen of we willen stoppen, of we de activiteiten willen staken van de commandant. En we hebben tot 4 uur de tijd om hier de boel af te ronden. En we hebben besloten dat te respecteren, dus dat gaan we doen. Dus we zijn het afbreken. Ja, maar wat voor gevoel sta je hier nu? Een beetje dubbel. Ik denk eigenlijk positief. We hebben ons punt gemaakt. Dat was ons doel. Dat is gelukt. Dat we niet tot 5 uur door konden en de boel af konden maken is heel jammer. Maar ik respecteer ook ons gezag in die zin. Dat ik snap dat ze moeten handhaven. Het is nu niet anders. Maar we hebben ons punt gemaakt en dat was ons doel. Dat het nou weer afgebouwd wordt voor tijd. Ja, balen man. Zonde, ja. Hebben we zo'n leuke actie en dan moet dat vroegtijdig afkappen. Nou ja, kijk, het eerstvolgende persmoment is de 25e. Die wachten we in spanning af. Ik ga ervan uit dat dan de musea minstens open mogen. En dat we misschien ook wel in kleine schaal alvast mogen opstarten weer met concertzalen en theaters geplaceerd. Onder de veilige voorwaarden die we altijd hebben gehandhaafd. Hè, met toegangspassen, met afstand, met veiligheid. We kunnen veilig open. Dat misschien in opbouw moet, snap ik. Maar ik ga er wel vanuit dat we daartoe een kans krijgen. Goedemiddag! Wat gezellig! Welkom in Kastelplein, dames en heren. Welkom, welkom. Wij gaan vandaag aandacht vragen voor de culturele sector. Want wij hebben de afgelopen tijd natuurlijk echt netjes de regels gevolgd. Echt al 2 jaar, 1,5 meter, weinig mensen in de zaal, de corona-check-app. En wij willen aandacht vragen dat wij op een veilige manier open gaan. Dus ik speel vandaag voor het eerst in een kapsalon. Dat had ik nog nooit gedaan. Kijk er heel erg naar uit. En daar hebben we heel veel zin in. Het is niet meer uit te leggen wat maakt dat de theaters, de musea, kortom de culturele sector, niet open kan. Dat wordt echt steeds lastiger uit te leggen. We bungelen onderaan het lijstje van prioriteiten. Dan maar een creatieve oplossing verzinnen. De kappers mogen wel open. Dus we toveren ons theater even om tot kapsalon. Knippen en tegelijkertijd krijg je een optreden. En dan sta je straks te spelen. Wat als er ineens oma Gent binnenkomt? Ik blijf lekker doorspelen. Ja? Ik blijf lekker doorspelen. Ja, ik heb deze pop bij me, deze Rotterdamse pop, dus dat de vuurvogel. Ja, nee, dat blijven we lekker doorspelen. En we zien het wel. Het is natuurlijk, er zijn grote demonstraties geweest waar mensen op elkaar zitten, winkels zijn open. Nou ja, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Volgens mij heeft de politie ook net hierheen gebeld, die zeiden veel plezier. Dankjewel. Zijn Marco, ja, het gaat hier om de liefde, hè? Niet om de spelling. En die spreuk had hij dan weer achter op zijn rug laten tatoeëren. Maar ja, helaas, de doelen zijn gesloten, Walhalla is gesloten. En ja, het is inmiddels bijna 5 uur en wij wachten nog steeds op ingrijpen. Maar we gaan er nu stiekem vanuit dat dat niet meer gaat gebeuren. Dat de regels zijn, dat corona aan de hand is, dat is nou eenmaal een feit. Maar hoe kan je daarmee omgaan? Hoe kan je dat samen oplossen? Er wordt heel de tijd gezegd samen, er is niks samen. Er wordt geen discussie met ons aangegaan. Er wordt niet eens gekeken, ze zijn er niet eens, om te kijken hoe dat het gewoon kan. Weet je wel? Dus, en als je nu naar de koopgoot gaat, dan lopen mensen over elkaar heen, weet je, om spullen te kopen. En dat kan dan wel. Ja, het is gewoon raar. Het is gewoon raar. Ja, we hebben het gewoon overleefd, zonder dat er een inval is gepleegd. En laten we het vooral zien als een steuntje in de rug van de gemeente. We maken even een keihard applaus voor de gemeente die dit gewoon wel goed gaat.